Hey welkom bij Gitaarmannen de podcast. Vandaag hebben we een bijzondere gast. Rodi Prins is onze gast, uh, bekend als gitarist bij ontelbaar veel ex, onder andere de Elvis Matters band van Bauke natuurlijk, uh, valt in bij Suzanne en Freek. speelt mee met Hanna May, waar die ook mee samen woont. Maar daarover later meer. Um, mooi wark. En hij gaat ook meedoen tijdens de Gitaarmannen tour, de Gitaarmannen 3 John Mayer tour. Um, Word jij niet af en toe helemaal gek van al die verschillende projecten die door elkaar heen lopen? Nee, dat valt wel mee. Nee, ik vind het juist heel leuk. Ja? Ja. Hoe, hoe, hoe doe je dat om, om zeg maar ervoor te zorgen dat je gestructureerd al die dingen voorbereidt? Nou, kijk, dingen die ik vast doe, die hoef ik op een gegeven moment niet meer uh, voor te Als die show zit, dan zit het. Dus met mooi werk, daar valt sowieso niet zoveel aan voor te bereiden. <laughs> en dat is elke keer anders. Uh, bijvoorbeeld... En met Hanna die, ja, die show zit, daar zijn we bijna 24/7 mee bezig. Dus dat uh, daar zit ook niet, niet per se heel veel voorbereiding gitaartechnisch in. Dat is meer in andere dingen. Ja precies. Zingen regelen, organiseren. Ja, want uh, Hanna, ik zei het al dat is al negen ja. jaar jouw vriendin ja. zijn. Net uh, voordat we begonnen. Uh, op dit moment natuurlijk uh, gaat ze door het dak denken, met het hele ja, beste het zangersverhaal en, uh, ja. hoe, hoe hoe beleven jullie dat? Ja, nou ja, het gaat eigenlijk heel natuurlijk. Dat, uh, het is gewoon Beste zangers kwam en nu gebeurt dit, en uh, we zien het allemaal wel. Weet je, je natuurlijk daarop... hebben we het nou veel drukker ermee. Ja, we hebben veel meer te doen, er is veel meer te regelen, maar um, ja, het gaat wel allemaal heel natuurlijk. Maar zo'n zo opname van Beste Zangers is natuurlijk al een paar maanden geleden, heeft dat plaatsgevonden, ja. of een half jaar geleden of zo. Ja. Um, dus je kan je er misschien een beetje op voorbereiden op wat er gaat komen, of is dit dusdanig groot dat je. Nou ja, kijk, het, het gaat nu natuurlijk wel als een speer, maar we hebben wel de rekening meegehouden dat het eventueel zou kunnen. Het is natuurlijk niet gezegd dat dat gaat gebeuren. Nee. Maar we hebben wel um, nagedacht van tevoren al van stel dat er iets gaat gebeuren, um, wat moeten we dan al. Wat moeten we al regelen? Ja, hoe is dat om samen te zijn met, uh, met een muzikant? Nou, dat is heel relaxed. Ja. Uh, Hanna snapt het dus ook als ik. Uh, ik doe naast Hanna dus ook heel veel andere dingen. En Hanna snapt het ook dat ik er niet ben met Kerst bijvoorbeeld. Dat ja. vind ik wel jammer dan bijvoorbeeld, maar die snapt wel dat ik dan misschien aan het spelen ben. Ja. En dat wij dit samen kunnen doen is natuurlijk ook super handig. Als er iets geregeld moet worden, kunnen we dat gewoon super snel communiceren ja. en, uh, en oppakken. Ja, want ben je, heb jij een soort van de, de rol van uh, music director binnen ja. de uh, Ja, we band. hebben uh, een, een soort van core team met de manager en de tourmanager, technicus en, en Hanna en ik dan. en daar, uh, daar doen we heel veel mee en ik pak uh, de bandzaak allemaal op. Ja. Precies, dus jij zorgt dat de juiste mensen op het juiste moment de juiste plek zijn. Ja, dat is de bedoeling, ja. 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 <laughs> Hoe groot is haar liveband nu op dit moment? Uh, Vijfkop geband. Oh ja. 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 Dus uh, toetsen twee gitaristen, bas en uh, drums. En dan ook nog uh, backingtrack die ja. meeloopt. Ja, precies. Ja, tracks en, en klik. Wat gebruiken jullie daarvoor? Gelijk even, even technisch mensen. Ja, we, we hebben nog zo'n oude, uh, volgens mij dat Cinepak, zo'n zo playertje. Dat is, oh, uh, dat is gewoon een soort van 16 sporen live player. Die hebben we in een rekje gebouwd. En we zijn wel aan het kijken om misschien uh, toch naar een soort van laptop met een Ableton of zo. Uh, hm. uh, om daar naartoe te gaan. Maar voor nu werkt dit heel goed. En ja, je hebt nou. nu ook volgens mij van uh, M-Audio. Het is geen gitaar ge ja. overigens. Maar ik zat zelf uh, een beetje te zoeken. Want ik doe het met digitaal gitaarman naartoe. Er loopt ook een uh, klein backing trackje mee bij sommige nummers. Ja. Of in ieder geval elk nummer staat op klik. Ja. Uh, zodat we de juiste tempo aanhouden. En de, de visuals lopen ook daarop mee. Maar ik zag dat van M-Audio hebben ze ook nu zo'n... Zo'n ding met, met 16 kanalen uit. Oh, dat is wel en, goed om te weten. Want ja. die, die, die wij gebruiken wordt dus niet meer gemaakt. Dus als die snel gaat, hebben we een probleem. En hier kan je ook mee met dat ding: kan je ook uh, bijvoorbeeld cues mee sturen. Mm -hmm. Dus ook PDF's aansturen. Oh, dat is dus iPads en zo. Ja. Dus dat mensen de juiste sheet music voor hebben op het ja. juiste moment en zo. Oh, dat is wel te gek. Het zag ja. er heel erg gaaf uit. Dus ja. Oh, dat is interessant. Dan moet je hem even doorsturen. Ja, een stukje wel even door buiten de uitzending, om, uiteraard. Uh, laten we even teruggaan, Rodi. Want, um, hoe oud was jij en waar was jij? Kan je nog het moment herinneren dat je de gitaar ontdekte? Ja, um, maar dat was niet per se dat ik iets zag dat ik dacht: van, oh, uh, dat wil ik ook gaan doen. Mm -hmm. Ik speelde toetsen. Toen ik klein was ben ik op, op keyboardles gegaan. Weet je wel. Ja. Met uh, uh, linkerhand gewoon een akkoord en dan begon ik een ritmebox en dan speelde ik hier een melodietje. Dat heb ik een paar jaar gedaan. En uh, uh, bij ons in de familie zijn er wel meer mensen die ook gitaar spelen. Dus er, zijn wel, er slingeren wel wat gitaren rond. En toen had mijn moeder, die had een keer bedacht van... Hey, ik, uh, ik wil weer gitaar gaan spelen. Dus ze had gewoon een simpel Honor Western gitaartje gekocht. En die stond achter de bank, zo op, op een statiefje. zo. En ik zat daar gewoon een beetje zo, zo aan te plukken. Ja. En toen op een gegeven moment deed ik zoiets. Volgens mij met mijn hand ook aan de voorkant. En toen vond ik... Dat uh, James Bond deuntje, je, zeg maar. Ja. Ik dacht, oh, dat vind ik wel grappig. Dus die gitaar gepakt, mee gaan prutten. En toen stond bij mijn opa uh, open oma op zolder haar oude gitaar nog. En daar miste een stemknop en er was van alles mis mee. Dus die heb ik meegenomen en op, opgeknapt. En daar ben ik mee gaan, uh, gaan pielen. En toen was het al heel snel was het hek van de dam. Maar ja, dan word je dus eigenlijk gewoon... Naar dat ding getrokken op de een of andere manier. Ja, ja dat ding... zonder dat ik een Ik had niet een bewust voorbeeld of zo. Dat, uh, dat ik, nou, ik noem maar wat, een Eric Clapton zag en dacht nee. van: dat wil ik ook gaan ik wou doen. Doe ook zo'n baard. Ja, ja, ja precies. precies. <laughs> <laughs> dat is mislukt. Ja. <laughs> nou, je vlak <laughs> van, je, je eigen baard niet uit. <laughs> maar uh, kan je zeggen dat de gitaar jou gevonden heeft dan? Ja, nou ja, misschien die gitaar die achter de bank stond. Ja, ja. <laughs> ja. En ja, dan, dan kan ik me voorstellen: dan heb je die gitaar thuis en dan, dan ga je erop pielen. Dan heb je James Bond heb je uitgespeeld? Ja. Oh, en dan, hoe, hoe, hoe ging dat verder? Nou, ik, was, ik, ik ben best wel... Uh, als ik een hobby heb, dan ga ik daar helemaal in. Gewoon uh, head first en dan uh, ga ik op YouTube en dan zoek ik alles uit. Dus met alles zo. Ja. En dat was dus met die gitaar ook zo. Dat is dan een van die hobby's die, die is blijven plakken. De meeste <laughs> dingen die zijn na een paar maanden weg. Maar uh, um, nou goed, ik, ik begon dus helemaal met die gitaar. En uh, mijn opa die speelt gitaar. Die had toen al jaren niet meer gespeeld. Maar toen ik met dat ding begon, toen had hij zoiets, ah oh, nou laat je even wat zien. En die liep me toen gewoon een D-akkoord. Gewoon simpel een D. De G die speelden we met één vinger. Oh ja. En uh, volgens mij speelde hij de A. Zo, gewoon op drie snaren. En daar gingen wij ouderwetse liedjes mee spelen. Dus gewoon... Dit was letterlijk wat we dan deden. Uh, de halve middag, samen met mijn opa dan. Ja. Nou ja, en vanaf daar zelf gaan zoeken. En op internet uh, akkoorden gevonden. Nou, dus... Oh ja, ik had een G zo geleerd. Maar het is eigenlijk dat, weet je wel. En uh, uh, nou, akkoorden van liedjes uit gaan zoeken. En, en ook daadwerkelijk dan die liedjes gaan leren spelen. En nou ja, vanaf daar was een, soort van, uh, was een soort van rabbit hole helemaal ingedoken. Was het hek van de dam. Ja. Ben je eigenlijk een beetje gaan reverse engineeren vanaf wat je geleerd kreeg, kreeg van je opa. Ja, precies. Ja. Ja. En wanneer kwamen de, de helden? Nou, dat, de dat voorbeelden? Dat kwam dan wel vrij snel daarna. Hmm. Want omdat ik dus dan zo, uh, zo met zo'n hyperfocus daarin duik, dan wil ik in één keer alles weten. En toen kwam ik heel snel kwam ik Gary Moore tegen. Kijk. En dat, was, dat vond ik te gek. En vanuit daar die hardrock in. En dat ga ik dan allemaal uitpluizen. Dan ga ik de, de geschiedenis van zo'n band ga ik zoeken. Wie speelt daarbij? Uh, van wie heeft hij het, het geleerd? Wat waren zijn helden? Dat ga ik dan weer uitzoeken. Dus toen kwam ik heel snel bij Gary Moore en bij Slash en uh, Richie Sambora van Bon Jovi. Oh ja. Yeah. Dat soort, dat soort gasten. Dat, soort, dat, dat, dat was wel voor jou zoiets van: oké, okay, dit wil ik kunnen. Ja, Bluesy Hard Rock. Bluesy ja. Hard Rock. Ja, dus is dat ook jouw stijl nog steeds? Nee, ik denk dat het wel een beetje. Ik vind het nog steeds te gek hoor. En dat vind ik ook super leuk om te doen. Uh, in de praktijk heb ik het niet zo heel vaak meer nodig. Nee. <laughs> maar uh, ja, ik vind het nog wel te gek. Ja. Dus je hebt die helden. Nou ja, dat is een soort van uh, stip aan de horizon, van daar zou ik eventueel naartoe kunnen. Uh, ja, daar waar het wel mee begon, ja. ja wel, je bent opgegroeid in Emmen ook, hè, waar je ja. nog steeds woont. Ja. Um, nou, is Emmen natuurlijk wel, het is wel een stad toch? Ja, het, volgens mij heeft het officieel geen, geen stadsrechten, stadsrechten, maar, maar uh, ja, het is, het is een stadje. En ik woon dan in een dorpje net erbuiten, een heel klein dorpje. Oké. Okay. Ja. Hoe lukt het dan om standen te vinden? Een niet. <laughs> bij ons in het dorp was helemaal niks, dacht ik. Achteraf blijken er wel een paar uh, te gekke gitaristen uit dat dorpje te komen ook. Um, Bekende namen? Uh, van die neef die nou bij Mo uh, speelt. Oh. Die, uh, uh, die woont, uh, zijn ouders wonen nog schuin tegenover ons. Dus dat is wel grappig. Die komt daar weg. Mark Schimmel. Ik weet niet of je Mark nee. kent. Ook de gekke gitarist. Die komt ook uit Nieuw-Jerring. Dus, dus er zijn er wel een paar. En Emma heeft eigenlijk best wel een levendige muziek zien Maar goed, dat, dat zie je. het Gepke. Bernard natuurlijk, ja. Maar dat zie je niet per se als je um, in dat dorpje zit. En daar op nee. je kamertje aan het spelen bent natuurlijk. Maar goed, op een gegeven moment... Um, een vriendje van mij speelde ook gitaar. En uh, die had ook gitaarles. Die ging gewoon één keer per week op les. En uh, die, uh, um, nou, die was gewoon zijn dingetjes aan het oefenen en prima. Ik wou dat ook, weet je wel. Dus ik had aan hem gevraagd, van, nou, mag ik een keer mee? Dat was goed. Dat was B.J.F. Zwart en uh, uh, die had toen eigenlijk geen plek meer Met, dat was volgens mij de laatste les voor de kerstvakantie of zo. en toen zei hij van nou als je nou dit boek koopt en dan ga je daar gewoon mee beginnen kijk maar hoe ver je komt en dan kijken we na de vakantie wel even of we daar wat mee kunnen nou zo, zo uh, rabbit hole als ik dan ben, boek gekocht hele boek in twee weken gewoon ingestudeerd ja. van alles dus toen kwam ik bij Jeff en die zei van uh, nou hier kunnen we wel wat mee Zullen we, gaan, kom maar gewoon op les, dat gaan, ja. gaan we gewoon doen nou ja zo doen we zo is het gewoon begonnen? Ja. Maar, en daarna conservatorium gedaan? Ja, vrij vlot daarna. Ik was denk ik veertien toen ik begon met, uh, met gitaar. Dat ik dat, dat ontdekte. En ik heb uh, auditie gedaan. Ik ben begonnen op mijn 16e op conservatorium. Dus dat is vrij vlot gegaan. binnen gewoon... Ja, met Jeff een soort van crash course gedaan. Om, uh, om dat, dat conservatorium in te komen. Want hoe is jouw relatie tot uh, de theorie? Ja, toen heel slecht. Daar ben ik in de eerste instantie ook op, uh, op gezakt. Daar heb ik een herkansing van moeten doen. Maar uh, uh, daarna, dat hoorde er voor mij ook bij, dus dat vond ik ook super interessant. Dus ook daar weer okay. nou, wel volle bak in geduld. En wat, wat waren dan de, de, de manieren om voor jou om die ingang in, naar die theorie te krijgen? Want ik weet dat er heel veel gitaristen zijn. Ik steek mijn vinger op. Ja. Die dat heel erg lastig vinden om de theorie echt te laten plakken. Weet je je verzand ja. snelt alweer in gewoon van wat je al kent en wat, je gevoel en je gehoor en al dat soort dingen. Maar waar begin je als je echt. Iets met die theorie wil gaan doen. Nou, ergens begon dat al dus bij mijn opa. Want die liet me dus dat D-akkoordje zien. En die zei: van dit, dit kun je opschuiven. Ja. En hij zei dan: van dan ga je, als je een liedje uh, hoort, dan ga je zo zoeken. in welke toonsoort dat staat. Dus uh, hij ging gewoon net zo lang schuiven tot hij iets hoorde. Oh ja, hier. En dan wist hij niet per se wat dit was. Maar dit was de toonsoort van het liedje. Dus ja. dan in dit geval A. En hij had me dan laten zien van. Daar hoort een toonladder bij. Dus. En op die manier. Um, uh, dat was eigenlijk de baan. En dit is bij mij altijd wel een soort van. Daardoor kreeg ik vrij snel in de gaten. Dat op gitaar alles in patronen werkt. Of in ieder geval veel in patronen werkt. En uh, daar is dat eigenlijk mee begonnen. En toen met Jeff zijn we daar natuurlijk veel meer de diepte in gegaan. Ja. En dan komt er natuurlijk ook het nodige bij kijken. Hè? Ritmes en al dat soort. Ja uh, precies. En op een gegeven moment de solfège. Ja. Uh, ja. Ja, precies. Ah, dat is wel interessant. Dat, dat moet je op een gegeven moment dus zien, zeg jij, ja. uh, dat je door... Oké, okay, het zijn allemaal patronen. Eigenlijk is dit gewoon dat, dat bekende cage-systeem, uh, ja. waar iedereen het altijd over heeft. Eigenlijk is dit dat. Alleen mijn opa wist dat natuurlijk niet. Nee. Maar die, uh, uh, zo legde hij me dat uit. En dat was voor mij heel logisch. Ja, precies. Dat was voor jou de basis. En daar, met behulp van jouw leraar, ben je gewoon in ieder geval op het niveau gekomen dat je met het conservatorium binnenkwam. Ja, precies. En toen, wat, wat vond je daar? Wat vond je op het conservatorium? Nou, ik denk achteraf dat ik wel wat jong was daar. Dat ik hmm. misschien meer aan die opleiding had gehad als ik een paar jaar ouder was. Maar wat ik um, wel had, was dat ik vrij snel ging spelen, gewoon in bandjes. Daar zo ja. natuurlijk op het conservatorium zit je in allerlei combootjes en zo. Um, maar ook buiten die school ging ik gewoon heel veel naar jams. In Emma had je echt superveel sessies. Sowieso elke maandag altijd in Emma zelf. Ja. En dan elke zondag wel een dorpje... Rondom er in een straal van 10 kilometer. En ik ging gewoon echt al die jam-sessies bij af. Dus ik was elke week dan twee keer aan het, aan het spelen, zeg maar. Ja. Um, met als gevolg dat je uh, daar wel snel beter van wordt. En uh, dat je daar via daar ook in bandjes komt te spelen. Dus laatst een muziekschoolbandje natuurlijk, dat heb ik wel gedaan. Ja. Maar uh, mijn eerste eigen bandjes, coverbandjes dan wel, uh, dat was allemaal via die jam-sessies. Okay. Ja. Ja, dus dat, dat is een soort van dan weer een ingang naar de, de volgende groep ja. mensen eigenlijk die je dan daarmee vrij speelt als ja, Dat heb ik niet zozeer per se via het conservatorium gehad. Maar dat kwam ook Ik heb nooit in Zwolle. Ik heb in Zwolle gestudeerd. Ja. Maar ik heb daar nooit gewoond. Je ging elke dag op en neer. Ja, want ik was vrij jong toen ik begon. Dus mijn ja. ouders deden zoiets van: nou, als je 16, 17 bent, misschien moet je dan nog niet uh, nee. daar gaan wonen. En uh, toen ik 18 was, toen speelde ik dus in bandjes in Emmen uh, en, en omgeving. En gaf ik les. Dus ik moest toch al vier avonden in de week weer in huis. Ja, dan kun je net, ja. zo goed, uh, net zo goed thuis blijven wonen. Ja, precies. Dus je hebt heel je carrière, conservatoriumcarrière, gewoon thuis uh, gewoond. Ja, ja, altijd op en neer gereisd. Ja, ja, precies. Dus kan je zeggen dat jij uh, niet per se heel veel gehad hebt aan dus het netwerken op het conservatorium? Nou ja, later dus wel. En ik speel nu wel veel met muzikanten die ik van school ken. Ah, ja. uh, maar dat was misschien toen in die periode nog niet zozeer. Hmm. Ja, Minder dat... in ieder geval. Dat is inderdaad wel wat ik veel hoor ook van gasten met wie ik dan speel. Die dan zeggen, ja, ik kwam uit een klein dorpje. Dankzij ja. dat conservatorium ging er in één keer een heel netwerk uh, ontsloot zich eigenlijk. Ja. Dat, dat toch wel. Dat, maar dat ja, dus maar, later. maar later eigenlijk. Ja, dat is, dat is later is dat dan weer uh, gekomen. Ja. Dat is wel heel grappig eigenlijk. Ja. Laten we eens even teruggaan naar die, die muzikale helden. Want ik kan me ook voorstellen op het conservatorium dat je daar... Wordt beïnvloed door je leraren, door je klasgenoten. Ja. Zijn er daar nieuwe voorbeelden voor jou ontstaan? Nou ja, voor mij is dus Jeff Zwart, die eerste gitaarzocent. Dat is nog steeds een van mijn grootste muzikale helden wel. Ja, en ik, ik zat heel erg in die shredhoek dus. Met, ja. die, met die hardrock dingen, dat vond ik te gek. En ook wel metal dingen. En toen hadden we een keer een, een voorspel. Er was nog voor het conservatorium hoor. Maar um, toen hadden we een voorspelavond. Toevallig speelde Hannah daar ook. Die had ook gitaarles bij Jeff. Oh, leuk. Um, maar toen waren we nog heel jong natuurlijk. Uh, maar hij speelde daar toen met een meisje die daar net een paar jaar op les had Speelde die volgens mij Someone Like You van Adele. Zo'n soort liedje. Mm. Dus zij speelde gewoon de akkoorden. Hij speelde die melodie heel simpel. Um, maar heel smaakvol. En ik, ik weet nog dat dat toen zo'n indruk maakte. Ik dacht van oh ja, je kan shredden. Je kan heel veel doen. Maar je kan ook gewoon drie noten echt heel mooi spelen. Ja. En dat is mij echt altijd bijgebleven daarvan. Ja, dus dat dus, kan, kan je iets laten horen van, van, van voorbeelden. Of qua... Nou ja. Gewoon dingetjes die. Nou ja, kijk, wat, wat ik toen bij Jeff gewoon heel erg hoorde was dit. Hij speelde eigenlijk heel weinig. Gewoon een mooie melodie. Maar hij zette dat wel, vond ik heel mooi neer. Dus um, ja. uh, neem gewoon een heel simpel majeur. Heel simpel, maar dat deed hij gewoon zo mooi. Ja. Dat ik dacht van ja, dat vind ik eigenlijk veel interessanter dan uh, al het geshred en getap. dan het hele snelle werk. Ja, precies. ja Vond gewoon, ik ook vet, vind ik nog steeds heel vet. Alleen ja. dit trekt mij wel meer. Ja, gewoon het, het beheerste het ja, smaakvol nou, spelen. In de ruimte die er is. Ja, precies. Zoeken naar precies het juiste moment om die noot op precies de juiste. Ja. En met een, met een mooie sound, mooie ja. dikke sound. Ja, mooi. Zijn er nog andere bekende grootheden waarvan je echt dingen geleend hebt, of, um, en, en kan je daar wat van, van laten horen misschien? Nou, David Gilmore was een hele grote. Mijn uh, middelbare schooltijd heb ik echt, nee, ik heb alles van Pink Floyd gecheckt, echt ja. werkelijk alles. Ja. En ik denk dat dat nog steeds wel in, in mijn sound ook vooral en uh, in frasering, dat dat daar nog wel een beetje, kijk natuurlijk nooit zo goed als dat hij dat deed, maar uh, dat dat daar wel nog ergens uh, wel in zit. Ben je nog naar zijn concerten geweest laatst? Of, uh... Nou, nee, ik ben dus nog wel stiekem aan het kijken of ik naar een van die, um, die amfiteaterconcerten in Rome. Ja, ik daar naartoe kan. Dat zou ik wel heel vet vinden. Ja, ja dat is te gek. Maar goed, dat uh, is ook heel duurzaam. Zag ik, ik op ticketswap. <laughs> maar goed, dat. Uh, uh, ja, dat is er wel eentje, ja. Kan je eens laten horen wat, wat, uh, hoe hij jou beïnvloed heeft? Nou ja, kijk, wat ik dus bij Gilmore te gek vind, dat is. Uh, um, dat, dat Ook eigenlijk hetzelfde wat, wat, je, wat ik dus bij Jeff ook heel erg hoor. Als je, als je gewoon... Neem um, Another Brick in the Wall, weet je wel? Die eerste lick. Dat is te gek. Ja. Weet je wel? Het, het staat meteen, het, het komt gewoon meteen te gek binnen. En dat is een beetje diezelfde manier van spelen ook weer. Niet uh, ingewikkeld misschien, maar gewoon heel smaakvol. De band precies goed. Ja, precies. En een mooi, mooi vibrato. Hij doet dat natuurlijk ook vaak met zijn, uh, met zijn tremolo. Maar een mooi vibrato erop zetten... Uh, en die sound ook die echt die gecompresste clean met een klein randje dat vind ik echt heel mooi ja snap ik we gaan naar de gitaar van de maand en die wordt je aangeboden door de fellowship of acoustics nou wat leuk jouw welbekende ja. uh, uiteraard en, nou. en wat ik altijd doe is ik stuur een mailtje en dan zeg ik nou uh, deze gast komt, Rody. Die kennen jullie uh, waarschijnlijk wel. Nou, zei Maarten, dan kreeg ik een mailtje terug van Maarten. Uh -oh. Die zegt, uh, <laughs> die ken ik zeker wel. Een favoriet kiezen van Rody is meestal niet moeilijk als hij maar zwaar is en flink kan knappen. Uh, maar deze keer hebben we iets speciaals. Deze stoere rouwdouwer. rijdt misschien wel een Harley. beukt erop op los bij een mooi wark en speelt menig feestend naar de grond. Maar geef die man een akoestische gitaar en je weet niet wat je hoort. Wat mij betreft is Rodi een van de meest smaakvolle gitaristen die we in ons kikkerlandje hebben. En de demo die hij laatst filmde met onze 49 Gibson J50 oh ja. vind ik daar een uitstekend voorbeeld van. Deze gitaar klinkt warm, diep en met een heerlijke projectie. Um, laten we eens even gaan luisteren. Ja, ah, grappig. Ja. Gitaar. En het mooie is, als je deze wil kopen, dat kan. Gebruik de actiecode Gitaarmannen en krijg 5% korting. Dan zeg je 5%, dat is niet zo heel veel Ed. maar hey, op dit bedrag is dit <laughs> toch wel behoorlijk ja, wel. Ja. Ja, deze Gibson J50 uit 1949. Wat merkte jij toen jij die gitaar in je handjes had? Ja, ik weet nog dat hij die, dat die echt gordroog droog was. Wat ik heel mooi vind in die oude Gibsons vooral. Ik vind soms met oude Martins juist wel vet als er nog iets van sprankel in zit. Mm -hmm. Maar met die oude Gibsons vind ik het mooi als ze gooit droog zijn. En ik, ik weet nog dat hij echt heel erg... Hij kwam heel erg terug. Weet je wel, het ging eruit en het, kwam er, het was overal. Die hele ruimte was vol met, met die gitaar. Dat vond ik echt wel heel bijzonder, ja. Ja, dus het is wel als je houdt van uh, lekkere droge Gibsons. Ja, dan uh, kopen. Lekker droog worstje ja. erbij. Ja, precies. Ja. En dan ja, als je ja, op lekker op de bank een beetje pielen. Klein rood wijntje. <laughs> ja. Het is ook niet mijn drink, maar anders dan had ik het wel geweten. Um, ja, dus als je deze gitaar wilt, check de site the fellowship of acoustics Is het volgens mij. Dat is hem. Ja. Jij doet veel voor de fellowship, toch? Nou ja, ik werkte dus nog. Jij werkte ja, gewoon. Ik, uh, ik ben toen in coronatijd, toen was natuurlijk in één keer alles was, was weg. Iedereen die had ja. uh, niks meer te doen. heb ik eerst een paar maanden ook helemaal niks gedaan. En toen stuurde Rudy mij een, uh, een berichtje via Instagram. Ik, ik kwam er al wel vaak spulletjes kopen. En uh, Rudy vroeg toen van: hé, hey, we krijgen het uh, druk straks. We zoeken meer mensen. Zou jij het leuk vinden om bij ons te komen werken? Nou, ja, hartstikke leuk. Ik heb uh, nu niks te doen. Ik, dus ja, laten we het doen. Heel ja. hartstikke leuk. En ik ben daar een beetje blijven plakken. Ja. Wel steeds minder gaan werken. Want het is eigenlijk gewoon te druk om, uh, om dat er heel veel bij te doen. Mm -hmm. Maar ik ben er nou meestal één dag in de week. Zoiets. Oh ja, dan is, dan heb, ben je gewoon uh, in de winkel om mensen te adviseren? Of, uh... Ja, of dus de, de, de demo video's maken. En uh, via de fellowship. De, de meeste verkoop gaat online. Gaan naar het buitenland. En uh, dan heb je best wel vaak dat mensen twijfelen tussen twee, drie gitaren. En dan maak ik een video van die drie gitaren en die sturen we ja. op en dan kunnen ze eentje uitkiezen. Dat is veel te gek. Dat is hartstikke leuk, ja. Dat is wel. En service, en slim. Ja, ja het uh, nadeel is dat je op een gegeven moment niet met Bas Schouten, die je laatst ook was, die ja. heb me ook wel eens van. Uh, oh ja, heb je ook op die gitaar gespeeld? En dan denk ik, ja, vast. Ja. <laughs> ik weet het ja, niet meer. Je hebt echt allemaal een ander gehad, weet ja, je ja, ja. <laughs> Is dat dan ook als je op zoveel gitaren speelt, dat je. Um, een heel duidelijk beeld hebt van wat je zelf gaaf vindt in de gitaar? Of wordt het op een gegeven moment zo diffuus omdat je op zoveel gitaar. Nee, je wordt, je wordt heel kieskeurig. Ja. Ja? Tenminste, dat heb ik wel heel erg. Dat ik uh, um, ja, Toen ik er eerst kwam, was alles was vet. Ik wil alles hebben. Ik heb ook heel veel geld uitgegeven in die eerste ja, twee ja. jaar. Zeg maar. En op een gegeven moment dan, dan ga je heel snel merken van: ah oh ja, dit past bij me of dit past niet bij me. En dat kan soms iets heel, heel onverwachts zijn eigenlijk. Ja. Maar uh, uh, dan ga je er veel. Um, uh, hoe zeg je dat? Het ja, wordt gewoon veel sneller, veel sneller duidelijk. Eigenlijk. Wat is het meest onverwachte dan wat jij in één keer heel tof vond? Deze, Deze telecaster die ja. je nu op schoot. Hebt, voor de mensen die luisteren krijg je heel vaak bericht van: uh, kan je ook nou kijken naar de podcast? Ja, dat kan. Je kan gewoon via YouTube en via Spotify kan je gewoon meekijken en dan zie je dus wat voor gitaar Rodi nu op schoot heeft. En ja, beschrijf hem eens. N nou, ik vind hem niet heel mooi. <laughs> het is een telecaster, Japanner, een, Japaner, een uh, Richie Cotsen signature. Uh, Richie Kotson speelde vroeger bij Poison en bij um, uh, Mr. Big en tegenwoordig in de Winery Dogs. Ja. Te gekke zanger, te gekke gitarist ook, maar ja, dit is eigenlijk niet helemaal mijn ding. Met uh, gevlamd topje en nee. allemaal goud en Snap ik. fancy smancy. Ja. Maar op het moment dat ik deze vastpakte, dacht ik meteen: ah, dit is hem. Deze is voor mij. Ja. En uh, ik ben er zelfs zo blij mee dat ik er twee van heb gekocht. Ja. Wow. Ja. Dus is, uh, dat zegt wel echt iets. Ja, en ik vind hem nog steeds, ik vind hem mooier worden. Ik heb nu hier het, het meeste goud ben ik aan het afspelen. Dat gaat, oh ja. uh, gaat heel rapies. Ja. Dus uh, hij wordt mooier. Dat is maar een heel, uh, ja, heel dun laagje goud. Ja, precies. Ja, en ik, ik, ben er, uh, ik ben er echt ontzettend blij mee. En wat voor nek zit erop? Dik. Heel dik. Ja. Hmm. Het is bijna uh, 58 les Paul dik. Oh ja. Het is echt wel een uh, stevige nek. Ja, precies. En dan ook Jumbo Fred zo te zien. Ja ook heel hoog. Ja, dat was een beetje... Ik zocht al heel lang naar een soort van gitaar die ik voor alles kon gebruiken. Weet je wel? dat, dat ben ik toch een beetje naar op zoek altijd. En ik heb ja. heel veel mooie dingen die heel specifiek voor een bepaald ding zijn. En op een gegeven moment heb ik een Suur Strat gekocht. De gekke gitaar heb ik ook nog steeds. Waanzinnig. Humbucker achterin. Die kan ook alles. Alleen, ik ben niet per se echt een stratspeler. Ik ben gewoon het comfortabelste op telecast. heb ik altijd op gespeeld. Ja. Dus ik, ik zocht eigenlijk iets wat een bepaalde veelzijdigheid had. En um, wat toch een telecaster was. Weet ja. je, een, een, natuurlijk is een telecaster sowieso al veelzijdig. Maar bijvoorbeeld ook iets wat high gain um, misschien wel schurend tegen metal aan, uh, aan zou kunnen. Nou ja, en toen kwam dus deze op mijn pad. En het leuke is deze heeft dat, dat brugpick-upje. Dit is een um, Di Marcio Chopper T. Hebben we laten vertellen. Mm -hmm. En dat is een humbucketje, maar niet met heel veel output. Dus als je hem clean is speelt, dan kun je hier nog best wel een telecaster twang ja. uithalen. Maar met gain heeft hij genoeg body om overeind te blijven als, als zijn humbucker. Dus dit is op, op het moment is dit de gitaar die ik eigenlijk voor, voor, alles, voor alles kan gebruiken. Ja. Kan je ze wel laten horen? Ja. Zo meteen gaan we nog even, want je hebt je, je camper bij je. Ja. Uh, voor de echte nerds. We gaan mono in mijn opnameapparaat, want hij gaat ze ook nog akoestisch spelen. Dus hieronder zit ook nog een microfoontje verstopt. Het, het kan niet anders mensen. Uh, maar we gaan dadelijk ook nog helemaal induiken in hoe jij met die camper werkt. En wat voor profiles je gebruikt. Ja, en dus blijf kijken als je dat wil, wil zien en horen. Maar ik, ik ben heel benieuwd. Hoe werkt hij in die, maar, die, die net, net zat ik dus op die neck pickup. Het ja. is eigenlijk bijna meer... Hij is iets, iets uh, warmer dan een typische stad pickup. Ja. Maar iets opener dan de meeste Telecaster neck pickups. Die willen nog wel eens een beetje... Ja. Een, beetje een beetje wollig worden. Uh, dus dat vind ik heel nice. Hij heeft geen toonknop trouwens. Dit is een series parallel uh, okay. switch. Dus daar kom ik zo op. Dat ga ik ook misschien nog een keer laten aanpassen. Maar uh, in die tussenstand. Dat is best wel. Toch best wel klassiek telecaster met ja. iets meer mid. En dan kun je hem dus in serie zetten. En dan krijg je eigenlijk krijg je net wat meer. Net even iets meer ja. Precies. Beetje meer body. Dus Dat werkt heel goed. En dat brugpikje is dus eigenlijk waarom ik hem zo vet vind. Want als ik hem clean speel. Het is niet helemaal Telecaster 20. Maar je komt er net mee weg als je. Ja. Van die country dingen wil spelen. Kan het nog net? Kan wel. ja, ja. Maar stel dat je high gain. Ja. Blijft die ook dik genoeg ja. en blijft die overeind? Dus het is wel echt een gitaar die voor mij een soort van alles kan doen. En dan kan ik iets anders meenemen wat specifieker is. Of dus twee, want ik heb er ja. nou twee. Maar uh, uh, ja, hier ben ik gewoon heel blij mee. Des. Heb je het ook wel eens dat je ze alle twee naar dezelfde show meeneemt? Zeker ja. ja. En dan doe je ze in andere stemmingen? Of is Bijvoorbeeld, het, uh, uh, sowieso uh, straight backup. Dat vind ik gewoon ook prettig. Ja. Dat ik er gewoon twee, uh, als ik er toch voor kies om alles op deze te doen, dan waarom zou ik dan geen tweede hiervan neerzetten? Mm -hmm. um, maar ook voor capo's, stemmingen. Daarvoor ja. kan ik hem ook gebruiken. Ja, dat is fijn. Ja, ja. dat is heel fijn. Nice. En up. ze zijn inderdaad, ze zijn niet licht hou ik ook niet zo van, lichte gitaren. Nee, moet je moet wel, wel het idee hebben dat je... Ja, ik wil... Ja, ik hou echt niet van die hele lichte wegvlieggitaar. Zeg maar nee, wel nee. een beetje, ik wil wel een beetje het gevoel hebben dat ik wat... Uh... Nog even over die, dat, dat serie-parallel ja. knopje. Want kun je dat nog eens iets beter uitleggen... voor de mensen die geen idee hebben wat, wat je daarmee bedoelt? Nou, wat het, wat het doet... Het, het, um, het, maakt, het past eigenlijk de schakeling in de gitaar aan. Dus normaal gesproken staan die pickups parallel geschakeld. Dus als ik het dan goed zeg, loopt... Uh, dan lopen die draden, de plus en de min, letterlijk parallel naar yeah. de rest van het circuit. En op het moment dat je hem in serie zet, dan gaat het signaal eerst door de ene pick-up en dan door de andere pick-up. Oh dus ja, dus dan je zet ze achter elkaar? Ja, ja, eigenlijk dat, ja. Ja, ja in serie. Ja. Dus het versterkt Logisch. elkaar. Um, wat eigenlijk een humbucker is. Een humbucker is eigenlijk twee single coils in serie. Ja. Dus in dit geval zet ik een humbucker en een single coil in serie. Voor een soort mega humbucker. Ja. Maar het geeft je iets meer volume. Dit is uh, parallel. Dat is iets klassieker. En zet ik hem dan in serie. Hij wordt gewoon iets heter. In, ja, hij gaat wat meer knauwen. Ja. Eigenlijk iets meer naar een brugpickup toe. Maar toch met iets, iets warmte. Iets. Ik gebruik het uh, wel eens als ik bijvoorbeeld een slagje doe. Dan gebruik ik die parallelstand. En wil ik dan een lick spelen, dan zet ik hem. Dan blijft hij net iets mooier. Ja. Net is mooier staan of zo. Ja. Krijg je iets meer door die mix heen. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dan kan ik, kan ik gewoon kiezen. Maar ik zit erover te denken om misschien dit aan te passen. Dat ik wel die series parallel hou. Maar dan met een pushpool. dat ik ook een toonknop heb. En dat ik oh, die ja. er ook nog bij krijgt. Dan zou het helemaal feesten. zijn. Wil je niet ook die Humbucker kunnen splitten nog naar een single coil? Nou ja, dat zou ik ook nog kunnen doen. Dat ik inderdaad twee pushpools erop zet. Dan wordt het helemaal lachen. Uh, dan wordt het helemaal, <laughs> helemaal, het helemaal lachen, ja. <laughs> Ja, dan krijg je echt. Dan denk ik dat Ritsi Kossen jou nou gaat bellen. Van, wat heb je gedaan? Ja, ja precies. Hoe, hoe ja, ja, ja. <laughs> nice. ja. Ik ben benieuwd naar wat je nog meer bij hebt. Want nou, we, hebben, we hebben drie gitaren om te bespreken. Wat, uh, ja. wat, wat wil je? Wat Zullen we, we eens voor zien? de akoestische ik ga gaan? Even stoor, maar dit najaar sta ik in het theater. We gaan een ode brengen aan John Mayer, gitaarman 3. John Mayer, de gitaarheld van nu. Misschien wel de allerlaatste gitaarheld zoals wij die kennen. Wie zal het zeggen? Die vraag die staat centraal in deze theatervoorstelling. En ik hoop dat je komt kijken. Het wordt echt te gek, ik neem een hele band mee. Hoe dat klinkt, kan je een klein stukje laten horen. ik heb er in ieder geval onwijs veel zin in. Ik hoop je te zien dit najaar. Alle data vind je op edstruilernl slash tour. Snel terug naar het interview. Zullen we het doen? Ja, dat ziet er mooi uit. Dat is een uh, Martin, zie ik ook. Kan ik dat wel eens verklappen. Terwijl Rodi Mavius uit uh, de standaard pakt. Nou, dit is um, een beetje een vergelijkbaar verhaal met die Richie Kotsen. Um, ik, uh, uh, akoestisch, ik ben helemaal gek van, van bluegrass dingen, Americana. Ja. Dus dreadnoughts. Weet je wel, dat is eigenlijk het logische gevolg dan. Dus ik liet eigenlijk de kleinere gitaren altijd een beetje links liggen. En um, deze was dus binnengekomen bij de fellowship. En ik was aan het werk toen op een maandag. En uh, op een gegeven moment Berend Rombouts, gitarist. Die zat te spelen en ik denk: klinkt die gitaar goed? Dus ik draai me om en was dus dit dingetje: een klein gitaartje. en um, Ik zei tegen hem, ik zeg: Koop jij hem? <laughs> Hij zegt. Uh, nee, nee, ik laat toevallig zoiets bouwen. Dus ik wil hem even proberen. Ik zeg, dan koop ik hem. En. en en uiteraard wel toen even gedacht van, oh ja, moet ik dat wel doen? Want het is wel, ja. hij is uit 51, dus het is uh, echt een mooie, ja, het, het was geen goedkope jongen. Maar iets aan die gitaar, die zei gewoon van, nee, uh, ik wil die gewoon hebben. Die doet wat ik wil. Deze gitaar heeft ook jou weer gevonden. Ja, precies. Ja. Dus, uh, um, nou dat is, uh, uh, toen heb ik hem gekocht en sindsdien gebruik ik hem echt voor alles. Want hij is, hij is klein. Maar hij heeft iets meer body dan de meeste kleine Wat is het gitaren. type even voor de mensen die meest hebben? Dit is een, een 0018. 008. Dus 18 Dit is mahonie achterkanten. Um, hij zou een sitka top moeten hebben. Dat heeft hij volgens mij ook. Maar in die periode kun je ze ook vinden met Adi Rondak. Mm -hmm. um, ook weer best wel een stevige nek. Verder heel mooi, Voor de mensen die uh, denken: Adi Rondak, ah, Rondack, ah, ah. Want, uh, wat voor soort hout is het een beetje wat, wat dat doet? Ja, um, het is allebei sparren. Maar Adirondack uh, klinkt harder. Je hebt meer volume, meer projectie. duurt ook wat langer voordat het loskomt. En dat, dat is het houdt wat op de, de pre-Warmart martin zit. Oh ja. um, is niet per se beter of slechter dan Sitka. Ik vind zelfs op zo'n kleintje vaak Sitka heel goed werken. Maar. Um, nou ja, ja, dat. Laat ze horen. <laughs> Het is een kleintje, ja. maar hij heeft, wel, hij heeft wel body. En uh, normaal gesproken, die kleintjes die verwacht je natuurlijk met, met een soort van fingerpicking. Kan die ook? Wat top is. Maar deze kan dus meer dan dat. En dat is heel fijn. Ja. ja, want dat is vaak, vind ik altijd een beetje het ding: dat het is of heel goed in het een of heel goed ja, in het precies, ander. Ja, Precies, ja. Met deze voel je eigenlijk van: hé, dit, dit Ja, kan ik, kijk, als ik echt ga rammen, dan zou ik misschien wel liever een iets grotere gitaar willen. Ja. Ik, ik heb ook een D28, gewoon een, een nieuwere zeg maar. Die zou ik misschien eerder pakken als ik echt, uh, echt wil rammen. Dan loopt hij misschien een beetje. Maar ja, nee, voor, lekker, voor al het andere werkt dit super. Hij poest er mooi doorheen. Ja. Zeg maar. ja, hij ligt al. heel mooi in de mix. Ja. En ik gebruik hem ook heel veel in de studio. Dat werkte echt super goed. Wat voor elementen hebben erin zitten? Uh, er zit nu een Fishman Rare Earth Blend zit erin. Dus dat ja. is een magnetisch pick-up met een microfoontje. Ik moet heel eerlijk zeggen, die zit erin omdat ik die toevallig nog had liggen. Uh, dus ik zei altijd voor de grap, ik heb die pick-up nog, dan moet ik een keer een gitaar bij. Ja, ja. Um, ik, heb, ik heb drie akoestische gitaren die ik veel live gebruik. En alle drie met een andere pick-up. Super onhandig eigenlijk. Uh, maar voor nu werkt dit, werkt dit ja. hartstikke goed. Ja. Dit is zo'n eentje die je kan blenden, toch ook? Of ja, niet? precies. Ja, je kan dus een mix maken tussen die magnetische pick-up. Nou, dat klinkt helemaal nergens naar. Nee. En, uh, dat klinkt als een soort van, uh, van DI Archtop gitaar. ja. Uh, en die microfoon als zich, die klinkt best wel goed, maar goed, dat is natuurlijk niet echt bruikbaar. Nee. Maar als je een soort van 50-50 blend kan maken, dan werkt dit eigenlijk hartstikke goed. Werkt dat werkt ook goed op de grotere podia? Ja, ja deze, heb ik, een... uh, deze heb ik weinig last mee. Met, uh, ik heb ook een gitaar waar die KNK Pure Mini, of die Trinity zit erin. Ja. Vind ik eigenlijk een mooie pick-up klankmatig. En dat die beter het karakter van je gitaar overeind houdt. Uh, maar die. ...pakt wel veel PA op en veel oh ja. drums. En uh, dan is het bijna alsof je een overhead... ...in je, <laughs> je gitaar hebt zitten, zeg maar. Kan iemand de overhead zeggen? Ja, Sorry, dit is mijn Sorry, gitaar. Ja. 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 Dus die, maar die vind ik wel heel mooi. Dus voor uh, als we televisiepromo doen of zo... ...dan uh, neem ik die wel vaak mee. Ja. Ook deze, nou, heel vaak zetten we er ook gewoon nog een microfoon voor... ...en dan is deze ook waanzinnig. Ja. Maar uh, um, dan kan ik die dus ook meenemen. Dus ik kan kiezen per situatie wat ik... Uh, ja. ...wat ik prettig vind. Maar is het is toch geweldig, in de praktijk hein? is het ja. heel vaak deze. Ja, ik nou, begrijp het helemaal. Ik... Uh, <laughs> ja. Sterker nog, eigenlijk sinds ik hem heb, is dit de enige die ik gebruikt ja, heb. Ja. Ja. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja. Wat een, een kanon van de ja, gitaar. Ja, ik, ik ben er super blij mee met ja. dit ding. Ja. En dan heb je ook nog een strat bij je. Ik heb ook nog een strat bij nou, als Even we, af te toppen. Zullen we het over zware gitaren hebben? Ja. Oh. oh, kijk uit. zit vast. vast, vast, vast. zit vast. Ja, even kop de koptelefoon af. Ja, jij liet hem mij net al eventjes... Uh, ja, die zou ik eventjes op die andere standaard neerzetten. Of gewoon, uh, ja... Gaat Beproefd ding om hem daar tegenaan te leggen. Zo. Je liet hem al maar eventjes... Uh, even voelen hoe zwaar die was, die strat. Ja, je hebt morgen afspraak bij de Giro toch? Ja, ik toch? Uh, ging gelijk door mijn rug. <laughs> Man, wat een, wat een ja, stuk hout. Het is een, uh, een 79er. Goed, jaar. Dus, uh, ja. je hebt het van 79? Ik ben van 79. Ja, 79 ja. Ken, nou, dan ja. ga je. Dus hij is nog niet, uh, niet super oud. Nee, um, dat, uh, dat zeg ik ook altijd. Net vintage, Heb ja. ik dat nou nog te zeggen. <laughs> ja. Maar uh, uh, ja, loodzwaar. Deze was van een leerling van mij. Die had hem gekocht en die speelde erop. En uh, ik ben behoorlijk fan van Paolo Nutini. Vind, vind ik echt gek. Ja. En die had altijd een gitarist, Donny Little heette die. En die speelde op precies deze strat, 79. Dus hij kwam daar toen mee binnen op de les. Oh ja, vet. Cool ding, weet je wel? Dus pakte ik hem vast. En toen dacht ik meteen: van, oh ja, dat is een vette strat. Ik ben niet, niet zo'n stratspeler. Maar. Uh, deze die op de een of andere manier die deed iets waarvan ik dacht: van ah ja, vind ik, vind ik echt vet. Goede nek, niet te dun. Hij is een keer geherfred, dus hij speelt ook goed. En, uh, maar toen hield ik hem dus vast. Oh ja, die is wel. Uh, dit is wel de befaamde 79 Strat, ja. zeg maar. Volgens mij is hij 4,6 kilo of zo, 4,5. Zij dus is echt zwaar. Ja. Maar hij doet gewoon iets waarvan ik denk: van. Uh, word ik heel blij van. Wat, het is, uh, wat, wat is dat? Je het, laten horen? het is gewoon. Wel klassiek strat. Nou ja, en als we het dan over Gilmore hebben... dat doet hij dus echt best wel. Dat doet hij hartstikke goed. Ja. Die tussenstandjes, die zijn... Uh, dat schijnen bij meer... eind-seventies, dat echt super-quacky. Welke is dit? Is dit, uh? dit is uh, uh, Middenbrug. Middenbrug, ja. Ja, die brug is tikje aan de felle kant. Ik vind het niet per se heel stoer, hoor. Ik heb de toonknop erop gezet, dus ik kan hem iets. Kan er iets. Uh... Die zat er niet op. Nee, die zat op de midden up wat je oh, bij ja. de meeste strats hebt ja, natuurlijk. Ja. Dus die heb ik omgesoldeerd dat die de, dat die brug uh, ja. Net even een randje hoog eraf kan doen. Maar ja, je moet er dus wel een. Uh... Ik vind dat dus lekker, zeker met strats ook. Die mogen van mij best wel aan het gewicht zijn. Ja. Ik heb het gevoel het is natuurlijk de eeuwenoude uh, toonhouddiscussie. Ik uh, heb het gevoel dat het gewicht iets doet met de sound wat ik prettig vind. Puur gebaseerd op het feit dat alle strats die ik heb of heb gehad... die ik tof vond, dat die allemaal zwaar waren. Ja. En ik heb het gewoon het idee dat ze wat ietsjes dikker klinken. Iets minder sprankelend in het hoog, wat ik niet per se mooi vind. Dus, uh, en dit is de zwaarste van allemaal. Deze is, deze is gebleven. Dus, uh, maar je hebt wel het gevoel dat je goed speelt als je een beetje moet werken, denk ik jij of niet? Ja. Ja, ik hou ook niet van, uh, van, van hele dunne. Dit is dan 010, dus dat is niet, niet extreem dik. Maar 09 of zo, dat hoeft voor mij niet. Nee. Hele lage actie vind ik ook niet, niet tof. Akoestisch, op die oude heb ik dan uh, 012 liggen. Want ik ga niet uh, zo nee. oude gitaar mollen. Nee. Maar mijn Jadon ligt zeker 013 op. Ja. Dat vind ik echt wel... Uh, ja, dat vind ik, vind, ik, vind ik fijn spelen. Ja, precies. En dan krijg je ook, heb, heb je ook wel dikke plektrums natuurlijk die je gebruikt. Ja, het verschilt een beetje voor wat ik... Ik doe heel veel met deze, die, die paarse dunlops. 1 oh ja. is, uh, is dat geloof ik? Nee, of uh, uh, 1.2? 1.14. 1.14, ja. ja. Ja, precies. Die vind ik uh, heel chill. Ook gewoon de, de druppelvarianten van... Ik gebruik ook wel dunnere plektrums voor andere... Strumwerk. Uh, precies, ja. Of soms gewoon voor een andere sound. Maar dit, dit is gewoon een goed allround round plekken. En akoestisch gebruik ik dan die blue chips, die zijn nog iets dikker. Oh ja. Die zijn achterlijk duur, maar klinken waanzinnig. En doe je ook wel even mee, denk ik? Ja, ja deze, die, die speel ik al vier jaar op of zo. En er is echt nog niks aan te zien. Die, maar dat is wel knap dat je die niet kwijtraakt. Kratasje, dat scheelt. Ja, ja, ja. Ja, die raak je <laughs> iets minder snel kwijt. Ja, dat is waar. je zit er wel van die bevels op, dat het uh, niet, zo, niet zo schuurt, zeg maar. Oh ja. Maar dat is al in de fabriek gedaan en hier zit gewoon geen slijtage op. Nee. Dus oh, het, uh, goed. Ja, daar ben ik er heel blij mee. Die klinken echt heel goed. Goeie tip. Blue chip. Ja. Nice. Hé, hey, en um, wat is nou het favoriete standje voor jou op die straat? Als je dan. Oeh, uh, middenpick-up, denk ik. Middenpick-up alleen. Midden ja. Dat... dat vind ik echt gek. Ah. Dat is niet per se volgens mij de meest populaire nee. uh, stand op een, op een straat. Maar ik vind het altijd heel. Je hebt net iets meer, iets meer attack dan, uh, dan alleen die nek pick-up. En toch wat meer warmte dan die brug pickup. up Vind ik, vind ik gewoon vind heel, ik heel, heel heel lekker inderdaad. Ja, ik, ben, ik ben toch wel nu sinds die John Mayer tour. Staat je twee? Lekker ja. nek en midden zeker. Ja, 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 ja. precies. Ja. ja, dat is echt. Ik, en ik gebruikte die nooit. Nee, grappig hè? Het was altijd gewoon puur van de nek. Ja. En. Ja, ik ben nu in één keer helemaal om. Ja, ja lach is shit, dat. Ja. Wat is het, toch? het werkt ook vooral heel goed in die nummers. Ja, ja, precies. Want, dat is ja, wel de sound van die liedjes. Het is ja. de sound van die liedjes. Ja. Maar ja, ik was altijd een beetje zo van. Ja. Dat, <laughs> ja. dat gevoel, weet je wel. Weiwater, zilveren kogels. Ja, uh, ja leuk. <laughs> leuk als je disco muziek speelt, weet je. Als ja, je ja, Nile Rogers ja. heet, dat gevoel. Ja. Maar ik ben wel wat dat betreft helemaal om. Standje twee. Ja, ja het, het is hartstikke mooi. Ik gebruik, ik moet zeggen, ik vind dus twee en vier altijd heel erg op elkaar lijken. Voor mij is ja. twee trouwens nek en midden. Ja. Maar, ja, dat is uh, ook weer verschillend voor iedereen. Ja, precies. Dus ik, ik pak dan meestal, denk ik, vier, maar. Maar dit is wel die. die ja. Dat is wel de. Precies. Dat, dat is wel, dan ja. zit je gelijk in dat, uh, ja. In dat territorium. Ja. Nee, ik vind die middenpick-up heel nice. En dat, uh, dat, dat gebruik ik toch wel heel graag. Ja. ja, snap ik. Hey, we gaan door naar het volgende onderdeel: dat is uh, Let's Talk About Gear. En voordat we dat gaan doen, uh, is het tijd voor de snareshop.nl-giveaway. Ja, ja. Vrienden van snareshop, die uh, zijn medesponsor van uh, GitAmond, de podcast. En dat zijn ze niet zomaar, nee. Zij geven namelijk elke aflevering iets aan jou. En deze keer zijn dat diverse snaren van DR of DR. Uh, ik zou voor het gemakshalve maar zeggen DR, ja, denk ik toch? toch? Ja. DR Strings. En dat zijn de Dragon Skin gekoten elektrische gitaarsnaren. Ik mag basgitaarsnaren weggeven, akoestische snaren en voor de elektrische gitaar. Ik heb ze nog niet binnen. Ze kunnen elk moment bezorgd worden door de postbode. Ze waren net even een dagje te laat. Dus jammer, dan had ik ze nu zo kunnen laten zien. Misschien edit ik dit er nog wel in. Maar dat, uh, dat zal moeten blijken als je dit ziet. Um, Even een klein stukje achtergrondinformatie over deze snaren. Dit is de verbeterde DR Dragon Skin Plus technologie. Die zorgt ervoor dat deze snaren langer meegaan. Beter klinken dan ongekoten snaren. Uh, de micro-dunne van de omwonden draad biedt een uitstekende resonantie. En verlengt de levensduur van de snaren aanzienlijk. Zeker als je veel zweet. Net zoals ik. Ben jij een zwetende gier? Ja, dat valt wel heel erg mee. Ja, ik ben wel droog. Ja, ja, ja. Droog. dat ja. is een gier <laughs> waar je gespeeld hebt. Uh, DR heeft een gepatenteerde Accurate Core Technology gebruikt voor de productie van deze snaren. Deze techniek zorgt voor groeven in de kerndraad. Ja, we gaan echt even de diepte in mensen van de snaar om de wikkeldraad stevig vast te houden. Dit resulteert in een superieure toon, al dus de mensen van DR zelf, betere klankprojectie en een stabielere stemming. Dus als je zelf een beetje worstelt met je stemming. Zou ik deze snaren van harte aanraden? Deze snaren zijn ideaal voor gitaristen die op zoek zijn naar een extra lange levensduur en een chime die langer meegaat dan die van ongekote snaren. Ze bieden een groot geluid met een hoge output en een volle klank door de unieke samenstelling van Quantum Nickel. Bovendien zorgen ze voor een optimaal comfort en bespeelbaarheid dankzij de fijn afgestelde spanning. Enig wat je hoeft te doen is boven de knoop los en hij speelt als de brandweer. Heerlijk. Wil jij kans maken op deze setjes van de Dragon Skin Plus Accurate Core Technology Dragon Skin? Dan uh, het is het heel simpel. Stuur een mailtje info-gitaarmannen.nl Laat weten welke set jij wil. Wil je de akoestische? Wil je de elektrische? Of wil je de bas snaren? Simpel toch? Doe maar lekker. Oké. Okay. Um, oh ja, dan wil ik ook nog even zeggen: we hebben een gitaarmannen community. Ja, dat is leuk. Dus is gewoon op WhatsApp. Het is een groepje enthousiaste mensen. Ongeveer 200 man zit erin. En uh, ja, er is een verkoophoek. Je kan uh, dus je shit verkopen. Zo uh, ben ik ook al wel wat dingetjes uh, kwijtgeraakt, <laughs> links en rechts. Uh, maar als je, als je bijvoorbeeld kaartjes hebt voor een concert waar je vanaf wil, kun je het daar kwijt. Uh, je kan direct vragen stellen aan Rodi bijvoorbeeld. Ik pak hem eens even erbij. Die gitaarman app. En oh ja, als je lid wil, wordt het is heel simpel. Er komt nu een QR-code in beeld. Scan gewoon even met je telefoon die QR-code en pop, die zit er gewoon in één keer in. Um, even kijken. Vragen van de community aan uh, Rodi. Even, even kijken. Henry van der Laan die zegt: Doe Rodi de groeten. Oh, wat leuk. Ja, nou, we hebben we dezelfde gitaarleraar gehad, Jeff Zwart. Ja, nou ja, Jeff, er is hij weer. Ja, ik ben benieuwd hoe belangrijk hij is geweest voor zijn carrière. Nou, dat hebben we al beantwoord. Ja, nou, ja, vraag, ja, dat is ja, een behoorlijk. goede vraag, ja. Henry. Um, even kijken. Iemand die zegt uh, of je wel eens hebt overwogen om de gehaktballen aan de pomp te vervangen voor een vezelrijke en gezonde maaltijd. <laughs> nou, zullen we dat niet doen. <lacht> nee. <lacht> nee. Je bent net de gast geweest in een andere podcast. Hè? Ja, dat klopt. Ik? Ja, de, ja bandbus. de Bandbus. Leuke ja. podcast. Kan ik me zo voorstellen? Ik heb hem nog niet gekeken, maar. Ik, ja, het is hartstikke leuk. Gaan ja. zeker wel even checken, inderdaad. Dus een kleine shout-out naar uh, de Bandbus. Even kijken. Lex Admiraal die vraagt allereerst of hij zijn vriendin een maandje met mij op vakantie wil. Uh, laten gaan in de tweede of hij wel op zijn <laughs> jam speelt. Oh, mijn jam? Nee, nee. Heb ja. je hem nog wel? Ik heb hem nog, ja, zeker, ja. Dat was mijn eerste... Ik, uh, mijn, mijn eerste gitaar, elektrische gitaar, was een Yamaha van de Lidl. En uh, nou, toen, toen ik enthousiast bleek, toen zei mijn pa op een gegeven moment... Oké, okay, nou, laten we wat moois kopen. En uh, hij was heel erg fan van Steve Eye, Dat is... White Snake fan, zeg maar. Ja. Uh, en ik wou gewoon een gitaar met een neck want ik had het idee van ik ga naar het conservatorium, dus ik, wil, ik ga jazz spelen. Dus het moet dus vol zijn. Ik ja, moet een rond. neck hebben. hebben. Dus ja. Dan is een Ibanez e Jam is de perfecte gitaar daarvoor. Ja. Uh, ik wou 24 frets om B.B. Uh, King die dan vaak uh, uh, als hij bluesje in A speelde, dan deed hij dat. De... Ik denk, nou met 24 frets kan ik dat in E doen. Dat is top. Ja. Ook top voor een jam. Uh, en ik wou een Floyd roos. En dat was dus, nou, was jam was de logische keuze. Dus die toen gekocht. Uh, ik heb hem ook later nog later signeren door Stevie. Dat was dan wel grappig. Oh, cool. Maar die gitaar die staat dan de hele poos in een koffer bij mijn ouders op zolder. Ja, ja. Dat is gewoon niet de gitaar nu. Nee. Waar ben je bij Susanne Freek op het podium staan. Nee, nee ja. precies. Nee. Ja, mijn pa die heeft trouwens ook eentje gekocht. Maar dat is een echte oude. Zo'n uh, zo gele met uh, roze. Oh, mijn pa ja. speelt geen gitaar, hoor, maar hij vond, hij vond dat gewoon heel vet om te hebben. Tof. Dus die heeft een oude gekocht uit de jaren tachtig met roze pickups en zo. En dat is wel een hele goede gitaar. Die heb ik nog wel eens in de studio <laughs> gebruikt. Oh, dus, ja. Ik had toen mijn studio bij mijn ouders. En uh, uh, toen had ik dus uh, wel eens dat ik een, een rock dingetje moest spelen. En dat ik alleen een, te een telecaster met single coils bij me had. Ik dacht, oh, dan pak ik die gitaar even. Ja, dankjewel pa. Ja. Dankjewel Steve. Ja, ja precies. <laughs> te gek. Even kijken. Um, ja, dit is wel leuk. Dit is gelijk even een uh, mooie brug naar het, nieuwe, het onderdeel wat we nu voor ons hebben liggen. Namelijk Let's Talk Gear. Um, Pepe, Pepe van Hal, die zegt. Leuke gast. Kun je misschien vragen waar hij zijn camper presets vandaan haalt? Nou, uh, camper preset, <laughs> maken we er dan maar van. Ik heb er eentje. Je hebt er één? Ja, tenminste, is dat waar? Oh nee, het zijn er twee. Nou, lieg ik nou al. Uh, ja, ik gebruik één, één profile. Dat is um, de Bert Meulendijk Oh. Ja, die, um, die heb ik nu sinds een, um, ik denk een jaar ongeveer. Dat, daarvoor had ik altijd verschillende profiles voor um, clean, crunchy. had ik een Fender en een Fox en een Marshall en alles door elkaar. En dat, dat werkte niet zo goed. In de studio wel natuurlijk. Dan kun je, kun je kiezen. Dat is tof. Ja. En dan kun je ook textuurtjes maken. Dat, uh, juist om ruimte te houden is dat heel tof. Maar live werkt dat niet zo goed, merkte ik. Um, alsof er een te andere EQ curve is, waardoor je de hele tijd moet, moet aanpassen. Uh, dus toen ben ik gaan kijken van nou kan ik nu één profiel vinden waar ik alles mee kan doen. Eigenlijk alsof je met een amp speelt natuurlijk. Ja. Je hebt ook niet uh, vijf m's achter je staan meestal. Nee. Als dus je niet John Mayer Precies. heb je niet een dumbbell en een, een two rock. En een, ja. Dus dat heb ik met een aantal ampjes geprobeerd. Uh, ik heb dat een keer met, met een Lone Star van Michael Britt. Die vond ik heel nice. Vooral met de Strat. Was dat, uh, was dat heel tof. Die heb ik een poosje daarvoor gebruikt. En ik heb dat gedaan met, met een dumbbell. Nou, dat was een week. En toen was ik daar al bokken zat van. Ja. <laughs> en, uh, uh, en waarom? Nou ja, dat was niet helemaal mijn amp of zo. Um, Nee, want die worden natuurlijk op maat gemaakt. Of zijn op maat gemaakt, ja. natuurlijk, die, uh, die Dumbbells. Ja, en het, was, het is best wel mitterig en hard. Uh, Jeff die, uh, die speelde dus altijd op een Van Wilden Twinkleland. Een waanzinnig amp. Die heb ik dus ook wel eens geprobeerd. Dat vond, ik, dat vond ik waanzinnig. Ik heb ook heel lang een lead profile van Bert gebruikt met zo'n Twinkleland. Maar op de een of andere manier, die andere Dumbbell profiles, dat was voor mij niet helemaal uh, wat, ik, nee. <laughs> wat ik vet vond. Dus die gingen er weer uit. En toen, vond ik, uh, toen ging ik dus uh, invallen bij Susanne Freek. En daar wou ik een nieuwe set sounds voor maken. Want ik, ik had wat andere functionaliteit nodig. Dus ik denk, ik ga gewoon from scratch nieuwe sounds vinden. En toen ging ik gewoon scrollen. En toen kwam ik bij die HiWatt van, van Bert. En die vond ik echt gek. Ja. Destijds met een les Paul, volgens mij vond ik die. Maar die werkt. Voor al mijn gitaren werkt dat heel goed. Dat is gewoon een schot in de roos geweest. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dus die gebruik ik nu voor heel veel dingen. En als ik dan een ander, ander project heb, of uh, waar ik iets anders voor nodig heb, dan pak ik nog steeds wel diezelfde basisprofile. En dan ga ik die gewoon bewerken tot die past voor. Ja. Dus als ik, um, hij staat dus nu nog op mijn uh, Suzanne Vreekstand zeg maar, mm -hmm. maar die ik voor, uh, eigenlijk gebruik ik deze sounds ook bij Hanna, gebruik ik nu ook bij Bauke en uh, uh, eigenlijk bij, bij alle dingen waar ik nu voor speel ja. gebruik ik gewoon dit gebruik bankje. Kun je dit? Ja. Ja. En en, laten um, horen Wat, Want je hebt die uh, die remote heb je op de grond liggen. Ja. Dat kunnen we zien via de befaamde pedalboard cam komt die nu mooi in beeld? Um, heb je dan, hoe heb je die, die die profiles ingericht? Nou, mijn eerste dat is gewoon een clean, clean ugge profiel. Er zit wel een randje op. Dus als ik hem cleaner wil hebben, draai ik mijn volumeknop op de gitaar gewoon een stukje terug. En dan zit er zit een reverbje delayje op. Die delay die kan ik gewoon uitzetten. Nou, dat reverbje is zo kort dat het zelfs als je een funky. Uh, dat gaat prima. Dus uh, die laat ik lekker voor wat het is. Um, dan heb ik hier op de effect knoppen heb ik hier een, een tube zitten. Dat je. Dan kun je hem al een beetje naar crunchy toe drukken. Uh, Tremolootje. Dat vind ik wel belangrijk. Nou, en dan is dit nu de knop. Die gebruik ik tegenwoordig heel veel. Dat is de autoswell van Kemper. Um, ik gebruik dus meestal geen volumepedaal. Um, en bij Suzanne en Freek waren er een paar liedjes... waar wel veel swells in zaten. Wat wel, wel cool was om te doen. Dus ik denk dat doe ik gewoon met de volumeknop van mijn gitaar. Weet je gewoon uh, dat... En mm -hmm. toen de dag voor de eerste show had ik een kraak in mijn flumknop. Ja. Nou, uh, dus wat moet je dan? Dan ga je zoeken. En toen kwam ik dus bij die autoswell-functie en die werkt eigenlijk hartstikke goed. Dus, dus die gebruik ik nu voor ja. swellachtige dingetjes. Kijk, voor echt mooie lijnen spelen werkt dat niet, want hij dukt alles weer terug. Dus ja. daar is dat misschien niet zo mooi voor. Maar, maar voor, voor dat soort. Voor dat uh, werkt het uh, goed. Ja. ja. Um, en wat ik dan doe, is dat zet ik op de, de morph-functie van Camper. Je kan dus binnen een preset kun je twee standen van al je uh, parameters zetten. Dus je kan zeg maar je gain in de, in de tweede ja, morph-setting verhogen. Ja, of je volume of whatever. Je, de alles. De wetness van je delay. Nou, dat is dus wat ik ermee doe. Dus mijn uh, delay-reverb is normaal. <kling> Dit. Er zit een klein beetje modulatie ook op die delay. Als ik hem dan op morph zet, dan hoor je meer... Het is nu natuurlijk mono, maar ja. normaal gesproken komt er echt veel meer ruimte dan omheen. Nou, dat gebruik ik heel veel voor wat meer uh, ruimtelijke sounds. Dan is 2 is bij mij exact hetzelfde als 1, maar er zit een chorus op. Heel licht ook, hè? Ja, heel licht chorusje. Ja. En verder exact hetzelfde met een tremolo, de more. Voor als ik het iets anders wil hebben. Dan kan het. Um, drie is crunch. Dus eigenlijk zit hij qua gain best wel een beetje op die eerste clean met dat tube screamertje al. Ja. Wordt iets, iets ruiger. Um, ook weer hetzelfde zetten met die more of delay. Ook weer met een tube screametje. En een tremolo. En dan de chorus zit hier los bij op. Oh ja. En deze gebruik ik ook best wel veel door gewoon zachter aan te slaan. Voor. Uh... <muziek> Bijvoorbeeld. En die heeft dan net genoeg gain dat. dat die een beetje breekt. Ja, precies. Nou ja, 4 is, is full on lead. <laughs> dat is echt wel gain. Maar dat is eigenlijk dezelfde preset als die crunch. Maar gewoon meer gain? Met uh, ja, een, een tube screametje er ook op. Oh, ja. En die kan ik dan nog uh, boosten aan de voorkant voor de versterker voor nog meer gain. Ja. Vooral dB ik... boost je dan meestal? Eens kijken wat erop staat. 2,3. 2,3. <laughs> voor de, <laughs> de meestrijvers. Ja. Um, en datzelfde heb ik aan de achterkant, uh, dus tussen je uh, amplifier stack en je uh, effecten zitten ja. voor een volume boost, als het nodig is. En dan op 5 heb ik dan nog een, een soort van sferisch dingetje, waarvan zichzelf al meer reverb op zit. Oh ja. um, dus die kun je bijvoorbeeld gebruiken voor. Daar heb ik ook die swell weer op zitten. Dat werkt voor mij heel goed. En als ik dan nog specifieke dingen nodig heb, dan maak ik dat. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar. Uh, ik heb afgelopen jaar. Uh, heb ik een paar keer ingevallen bij Floor Jansen. Ja. En dat is natuurlijk best wel wat stevigere muziek. Dat pak ik even gedaan met een humbucker. Ja, want dat wilde ik even vragen ook. Van joh, uh, leuk. Maar als je dan negen keer met humbuckers te maken krijgt. dan werkt het allemaal nog steeds oh, echt supergoed. Je hebt iets meer. Iets meer gay natuurlijk. Ja. Maar gaat nog steeds. Iets meer output. Ja. Uh, even kijken hoor, voor Floor heb ik toen die exact diezelfde um, bank eigenlijk gekopieerd. Maar heb ik gewoon uit al die profiles wat meer gehaald dat het iets meer uh, metal kon worden, zeg maar. Mm -hmm. uh, en gewoon meer game. Dus. Nee. 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 En dat gaat prima dan. Dus uh, uh, dat is ook gewoon met diezelfde high Dus ik gebruik ja. nog één profiel. In de studio niet hoor, daar gebruik ik meer dingen, maar voor live is het, uh, is het één profiel. Ja. Wauw. Maar hoe doe je dat dan als je. Uh, speel ik ook wel eens op Les Paul's live? Of ja, ook wel, ja. ja, ja. Die zijn natuurlijk nog wat, wat heter. Ja, maar dat gaat wel goed. Maar ja, deze... pak je dan een aparte bank ook? Nee, okay, nee, de, de bank. nee dat doe ik met dezelfde bank wel. Ja. Ik, want ik vind ook wel dat een gitaar mag ook gewoon als zichzelf klinken. Ja. Kijk, als ik dat ga doen, dan loop je misschien het risico. Ja, tenminste, ja, ik ben daar dan gevoelig van. Ik heb gewoon een geluid in mijn hoofd. En dat ga ik proberen te maken. Ja. Dus um, stel dat. Dit precies is wat ik zoek, dan ga ik met die Les Paul dan toch proberen om ook hierbij te komen. Dat is niet ja. nodig, weet je wel? Als ik dan een Les Paul pak, wil ik ook dat die klinkt als een Les Paul. Ja. Dus ik benader het eigenlijk gewoon als één empje. En alleen als ik dus, zoals voor Floor, wat minder, uh, wat minder mid wil, wat iets agressiever, nou dan pas ik het aan voor dat specifiek. Maar dan ja. doe ik het ook over Alma Sounds. Maar jij gebruikt nu alleen maar die camper, geen pedalboards in. Nou ja, ik heb nog wel een pedalboard. Uh, dat is een dikke bende op het moment. En die, uh, ja, die gebruik ik voor losse klusjes waar ik gewoon met een ampje speel. En daar zitten gewoon de basisdingen op. Dus een compressortje, um, een boost, een dubbele overdrive. Zo'n Strymon, uh, die rode. Oh ja. Sunset heet die geloof ik. Ja. Um, en een en een chorus en een delaytje. Ik heb er niet eens reverb op zitten. Dat haal nee. ik meestal gewoon uit, uh, uit de amp. Wat voor amp gebruik je dan? Dat verschilt. Ik heb een oude Silverface Princeton een 79 uit mijn hoofd. Die gebruik ik heel veel. Want tegenwoordig mag jij nooit meer hard. Dus dan. Uh, nee. een Klein versterkertje mee. Ja. En die werkt goed. En ik heb nog een. een, een ik, heb, ik heb eigenlijk drie M's waar ik uit kan kiezen. Dus die. Een, een Bokner Goldfinger 45. Dat is echt een soort van veelzijdig. Zo'n soort Zwitserse zakmes. Die doet ja. alles. Dus dat is heel nice. Uh, en dan bij Mooie Wark bijvoorbeeld. Als we de festivals doen. Waar ik niet per se. Uh, in het theater speel ik op pedalstil. Dus dan wil ik echt een M die ook mooi clean is. Ja. Maar uh, de festivals. Dan is het gewoon. Uh, een, een uur lange yeah, 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 yeah. Dat. <laughs> dus dan gaat er een honderd watt Marshall mee, een oude JMP. Zo. Ja, en die gaat snoeihard. Daar kan het wel. <laughs> Daar, ja, zeker nou, we nog, zij willen dat. <laughs> ja, ja en bij hun hoef ik echt niet met die, met die Prince of zelfs die bok naar aan te komen. Of met een camper. Of met een camper. Nee, dat heb ik één keer gedaan bij televisie met hun. Toen speelden we bij VI en toen had ik zo'n Surfy-soundje nodig. Ja, dan ga je met die, met die Marshall gewoon niet halen. Nee. En bij televisie is het ook gewoon een beetje onslond om dat mee te nemen. Dus ik kwam met mijn campertje aan. En Bert en Arnold van Mooi Wark, die twee gitaristen, die hadden gewoon allebei een 100 watt top. Met de 4K12-kast bij zich. Huppakee. En dat ging zo hard. Ja, ja, dat ja, was echt te ja, gek. Ja, ja. Ja. En jij stond met je camper ernaast. Ja, ja. Ja. ja, ik, ik had er nog een filmpje gemaakt op Instagram. Dat mijn gitaar voor een van die Marshalls stond. En dan ging ik er overheen. Stond mijn campertje erachter. Weet oh, je ja, ja, ja. ja, dat is goed. Ja. Maar zijn dan, want ja, in wezen worden al jouw jou, jou tonale wensen worden bediend met die camper. Ja, absoluut. Zijn er dan nog pedaaltjes of. Amps waar je naar zit te kijken, dat je denkt van. Oh. Nou ik vind vooral amps heel leuk. Pedaaltjes, dat uh, vind ik ook leuk, maar is wel een soort van ding waar ik nooit echt ingedoken ben. Ik heb nee. ooit een pellenboordje gebouwd. En uh, uh, als er wat nieuws op komt, is dat meestal of omdat ik iets echt nodig heb, of omdat er iets stuk gaat. Ja. Dus uh, mijn vorige overdrive was ook een twee kanaals overdrive. En die sneuvelde op een gegeven moment een keer. Ja. ja, toen kocht ik die Stryman, want die vond ik goed klinken, weet je wel. Maar ik ben niet, uh, uh, niet iemand die per se qua pedaaltjes mega op zoek is naar iets. Nee, dat valt wel mee. En qua amps, wat zijn dan dingen waar je naar kijkt? Oeh. Nou, ik heb dus de basis eigenlijk wel redelijk gecoverd. Ik zou het nog wel leuk vinden om een nog kleiner ampje erbij te hebben. Misschien een Champ of zo. Dat zou ik leuk vinden. Het liefst dan een oude. Dat vind ik wel tof. Maar de laatste. Dat is dan wel weer grappig. Bij de Fellowship staan er ook een aantal dumbbell-achtige versterkers. En die vind ik dus heel nice. Zowel een 2 staat er nu, die, ja. die heel vet is. Welke 2-rock welke hebben ze die clean? Uh, deluxe. Grote. grote. Groot en duur. Want ja, het is allemaal verschrikkelijk duur. Ik, bedoel, ja. ik weet niet precies welke. Wie over heeft, die, die, die wil verkopen voor ja, mij. Gitaamannen uh, 5%, dat scheelt dan ja, weer. Ja. <laughs> maar dan nog moet ik, denk ik, mijn kinderen als slaven, uh, verhandelen. Ja, wil ik uh, dit ooit kunnen betalen? Maar er staat ook een, uh, een van uh, Elvering: Freedom. Dat vind ik ook een hele mooie ja. amp. Ja, dus dat, dat zou ik nog wel leuk vinden om er, uh, om er een keer bij te kopen. Ja. ja, zo gaan die dingen. Ja man, hou op. Ja, ik, ik zit nu natuurlijk door die John Mayer Tour. Zit ik een beetje in zijn, uh, hoe zeg je dat? Ja. In, in zijn hoofd. Ja. En ben ik een beetje aan het uitzoeken van hoe, hoe maakt hij zijn sound? Hoe doet hij dat allemaal? En dan, ja, die tour oh. Ja, dat is heel vet. Ik vind ja. het toch zo smeuig. Ik heb ooit een keer ingevallen bij een bandje. En uh, toen speelde ik op de... Turok van die versterker was, uh, van die gitarist, er was een combootje, zo'n kleintje. Oh, ja. En uh, er was geen ruimte meer in de, in de bandbus voor mijn pedalboard. Het was een coverband, dus ik moest best wel veel uh, verschillende sounds hebben, zeg maar. En ik had ook mijn kleine pedalboardje bij, die gebruik ik bij Mooi Wark. Er zit alleen een, uh, een stemapparaatje op, en dan een boost, zo'n MXR. Oh, ja. uh, micro micro MPT geloof ik. Ja. En zo'n gele bos, weet je wel. Maar nou, die paste dan wel in de bus, die mocht dan wel mee. En had ik alleen die Toerok en dat kleine pelletboordje. Dat was te gek. Dat was echt ja, he, was heel leuk. Ja, dat is. Ik ben dat benieuwd. We... Als er iemand kijkt die een Toerok heeft en daar graag eens een keer wat uh, over wil vertellen, slash hier uh, in de studio mee wil nemen, zodat ik er ja. eens een keertje op kan spelen, ik zeg: uh, je bent van harte welkom. Stuur even een mailtje in voor <laughs> Of je om doneren voor de tours, zodat ik hem daar kan gebruiken. <laughs> of zo. Ja, ik roep ook maar wat. Hè. Ja. Ach, ja. Um, Plannen voor de toekomst, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Wat, uh, wat zijn dingen die je nog van, van je bucketlist wil halen? Want je hebt al in de Dome gespeeld, je hebt al. Nou, ja, nou ja, ik. ik um, voor mij de, de, de bijzonderheid van optreden of zo, zit hem niet per se in de, uh, in de grootte van de zaal. Dat, uh, dat heb ik wel gemerkt. Maar dat is iets wat je kan zeggen nadat je het gedaan hebt. Ja, daar, dat wel. Ja, ja, kijk, als je dat daarvoor gaat zeggen, dat slaat natuurlijk... Ja, ja je kan het wel zeggen, maar... Uh, je, je, je weet het pas zeker als je het ervaren ja. hebt. En uh, dat merkte ik toen wel heel erg. Ja, ik, ik hoop gewoon dat het met, met Hanna gewoon als een, als een trein gaat straks. Dat vind ik echt ja. superleuk. En ik, merk, ik vind het invallen bij artiesten vind ik gewoon superleuk. Dus dat zou ik ook nog wel meer willen doen. Um, of in ieder geval blijven doen, zeg maar. Ja, nee, ik ben eigenlijk gewoon heel blij hoe het gaat. En gewoon ja. uh, lekker blijven spelen. Lekker door blijven buiken. Ja. Doe je nog lesgeven en dat soort dingen? Of? Ja, bijna niet meer. Ik heb nog een paar leerlingen. Uh, ik neem nou geen nieuwe leerlingen, Maar ik heb het gewoon te druk eigenlijk. Maar uh, die leerlingen die ik heb, zijn allemaal fanatieke uh, mensen die echt specifiek met iets bezig zijn. Dus dat is echt superleuk. Maar uh, ja, dat is nog maar een paar uurtjes per week. Ja, precies. Ja. Gewoon in ieder geval, uh, dat, dat wil je nog een soort van. Uh, Aanhouden. Ja, voor precies. Ja. De rest van de week zit ik lekker in de studio misschien? en uh, lekker dingen aan het inspelen voor mensen en uh, produceren. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Je, schrijf je ook? Of, uh... Ja, niet, niet zoveel meer. Heb ik wel meer gedaan. Uh, de laatste tijd is het vooral, uh, dus misschien ook een beetje door die drukte, dat het er gewoon niet zo van komt. Maar ja. Nee. Uh, um, nee, zou ik wel weer meer willen gaan doen ook. Ja, dus vind ik eigenlijk wel leuk. Ja. En ook. Instrumentale dingen of heb je dat nooit geombeheerd? Ja, nee, dat heb ik wel. Samen met, met Niels Voskel, de drummer ook bij Hanna, hebben we een, uh, een instrumentaal project. Dat heet Brother John. Daar luistert helemaal niemand naar. Maar wij vinden het hartstikke leuk. En dan zijn we gewoon de studio ingegaan en hebben we met z'n tweeën uh, geïmproviseerde muziek gemaakt. En dat dan een beetje um, uitgewerkt, dus wel met, met bas en akoestisch gitaarbeeld. Maar de basis van die liedjes is gewoon Niels en ik die één lange take speelden. Met uh, soort, soort halve slaapliedjes. Zeg maar. Oh ja. Dat staat ook op, op Spotify. Dat staat op Spotify, ja. Brother John. Brother John. Ik zal het even ja. linken hierboven in beeld. Nou ja, leuk. Kan dat even checken. En ik ben altijd wel even benieuwd ook naar dingen die je. Je zit heel veel in de auto. Heel veel. Je moest hier drie uur naartoe rijden. En ja. Krimp aan de lek. Takken en natuurlijk. Ja, ver. Ja. Van alles. Ja. Respect, respect, respect. Waar luister je dan naar? Oeh, van alles. Um. Gitaarmannen, maar die heb ik inmiddels allemaal gehad. Kijk, ja. <laughs> dat, ja, dat, uh... komt, dat komt binnen nu in twee dagen komt er een nieuwe uit maar nou, en een Rody Prins. Wat, ja. wat leuk. Dus ja. die, uh... nee, ik weet niet of ik die dan weer <laughs> terug hoef te luisteren, maar uh, uh, ja, de, dat heb ik allemaal geluisterd. Ik vind podcast dus echt heel leuk, um, maar natuurlijk ook gewoon heel veel muziek. Ja. Check je ook veel dingen die je moet gaan spelen in die ja, tijd? Heel, ja, heel veel. Ja, want omdat ik zoveel in de auto zit. Kijk, voor heel veel optredens, ik zit snel twee uur in de auto. Dat is twee uur die je niet aan het voorbereiden van iets kan uh, besteden. Dus wat ik vaak doe, als ik bijvoorbeeld inval bij een artiest, zeker als het maar voor één of twee keer is, dan vraag ik gewoon om een in-ear mix van de gitarist. En dan ga ik die zitten luisteren in de auto. Ja. En dat, dat werkt voor mij heel goed. En kan jij daar dan al dusdanig voorbereiden. dat als je dan de gitaar daadwerkelijk pakt, dat je al eigenlijk al weet. Ja, wat dan, je moet dan doen? heb ik in ieder geval de structuur van de liedjes vaak al wel zitten. En, en de sounds en hoe ik dat dan wil gaan aanpakken en dan is het soms nog even voor specifieke dingen kijken van hoe ligt dat, um, hoe los ik bepaalde dingen op. Ja. Maar dan heb ik in ieder geval de set al een beetje in mijn kop zitten. Ja, tof. Dat scheelt Zelfs, vragen enorm. of uh, voor de gitaarman ook even de in-ear mix van uh, Simon kunnen. Nou, ja, ik, heb, uh, ik heb al heel veel van Simon al gekregen, waar ik, ja, uh, die heb ik inderdaad in de auto op staan. Ah, nice. nou, ja, dat wordt wel leuk. Want playlistje maken op Spotify en. Uh, Jij ja. bent er ook bij in, uh, in Gouda met de ja. gitaarman naar en dan uh, die nemen we op. Met uh, ja, professionele camera's, cameramensen. Het mocht het kosten mensen. En uh, ja, dat wordt wel heel erg leuk. Ja, het, ik ben heel benieuwd. Dat, ja. dat, dan word jij gewoon verewigd als uh, samen met de reserve John Mayer. Ja, ja, daar ga je al. Ja. <laughs> uh, Rodi, mag ik jou ontzettend bedanken voor jou, jouw komst naar Krimpen aan de Leg. Nee, ja, nee, heel graag gedaan. Ik vond het leuk om, uh, om hier te zijn. Ja, en Jij bedankt voor het kijken, voor het luisteren natuurlijk. daar Aan die andere kant van de koptelefoon of oordopjes. Of waar je dan ook maar aan het luisteren bent. Uh, vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Word lid van de Gitaarmannen community. Kijk, er is die rare QR-code weer in beeld. Scan hem eventjes met je telefoon. En voor je het weet zit je in de gezelligste gitaarcommunity van Nederland. Dankjewel, tot de volgende Gitaarmannen de podcast.